Nog geen week geleden een taakstraf, een boete en een rijontzegging voor Dave Roelvink en nu een overleden grootmoeder. Het zijn loodzware tijden voor Dave, Donnie, Dries en de rest van hun familie. Nu oma Dien is overleden, 90 jaar oud. Jordi Versteegden, zelf ook een tv-ster, hè, oma Dien? Ja, absoluut. Vooral het laatste levensjaar was ze echt een reizende ster. Ze is nu te zien in Even geen cent te makken, bij 6. Waarin de familie Roelvink een maand lang in de bijstand leeft. En afgelopen zomer maakte ze naar eigen zeggen nog de reis van haar leven. Samen met haar kleinzoon Dave op Ibiza, ja. Waar ze elkaar beter hebben leren kennen. Dus dat is nu, hè, achteraf een prachtig document. Heerlijke tv was dat. Wie was oma Dien precies? Want het is niet de moeder van Dries, toch? Nee, het is eigenlijk de ex-schoonmoeder van Dries Roelvink. Ja. 21 jaar lang was dat zo. Dries is in 2009 gescheiden van Lucien. Maar goed, ze hebben wel nog contact gehad de afgelopen jaar. Wat had ze? Want ze was 90 jaar. Dat is een respectabele leeftijd. Maar was ze ziek? Vooral de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat haar gezondheid wat broos was. In augustus nog is ze flauw gevallen in de auto. Paniek daar langs de snelweg. Ambulance moest komen. Gelukkig reden Dave en Donnie achter haar. Dus die konden meteen te hulp schieten. Maar dat was al een vreselijke periode voor ze. Uit onderzoek is toen gebleken dat er niets ernstigs aan de hand was, maar dat het wel opgeblazen was. Ja. En achteraf is dat ook wel gebleken. We lazen het vanmorgen allemaal op internet natuurlijk, maar gisteravond heeft Dries nog staan optreden. Hoe kan dat? Ik zag het op zijn Instagram, dat hij nog een opening ergens had en had nog een feestje hier en daar, tot vannacht. En eigenlijk is het daarna allemaal gebeurd. Hij wist het gewoon nog niet. Anders had hij het wel afgezegd. Natuurlijk. Precies. Ik heb hem zojuist ook nog gesproken. Hij zegt, ik ga er weinig over zeggen. Ik laat het bij wat ik zojuist op Radio 1 bij Sven Kokkelman heb verteld. Luister maar even. Uw telefoon vanuit Amsterdam. Ja. Dries Roelvink op een verdrietig gedrag voor jullie. Dries, gecondoleerd. Ah, dankjewel Sven. Ja, de oma van mijn zoon is overleden. Ze is 90 jaar geworden. We kregen vannacht telefoon. We zijn daar met z'n allen naartoe gegaan. Ik heb op dit moment twee ontroostbare zoons. Dus ik heb mij helaas niet kunnen verdiepen in het onderwerp van jouw programma. Dus ik moet me vandaag even excuseren. Ik hoop dat je het begrijpt. Voor de duidelijkheid, Dries Roelvink doet daar elke werkdag een bijdrage in 1-op-1 op Radio 1 bij Sven Kokkelman. Morgen is hij er wel weer, maar hij heeft het over zijn ontroostbare jongens. En dat is ook wel gebleken, hè, vandaag. Ja, op Instagram hebben zij erover bericht. En de tranen vliegen bij ze om de wangen. Jij was alles voor mij, schrijft Donnie vandaag. Je hebt me grootgebracht, je was mijn tweede moeder. De liefde van mijn leven is er niet meer. Tranen schieten eigenlijk tekort. Oma, ik hou van jou. En ook Dave, die heeft groot verdriet. Die zegt, de allerliefste vrouw in mijn leven. Oma, bedankt voor al die liefde die je mij gegeven hebt. Jij was alles voor mij. Rust, zacht, mijn hartje. Ja. Ja, oma's zijn vaak pure liefde, hè? Ja. Hoe zit het met de steun voor de jongens? Zijn ze een beetje lief voor ze op internet? Het regent echt steunbetuigingen. Ja? En ook bij Lucienne, de dochter, de moeder van Dave en Donnie. Mm. Op hun Facebookpagina's alleen maar steunbetuigingen. Dus het is mooi om te lezen. Gelukkig is er al iets bekend over de uitvaart. Wordt het een crematie, begrafenis? Wanneer? Ja. Oma Dien is vannacht overleden. 6 werkdagen na iemands dood moet ze begraven of gecremeerd worden. Mm-hmm. Dus ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat aanstaande vrijdag een bijzondere dag voor ze wordt, dat ze definitief afscheid gaat. En anders dus uiterlijk maandag, maar waarschijnlijk vrijdag. Goed, dankjewel voor je uitzoekwerk, Jordi. En vanaf deze plek wensen we uiteraard alle betrokkenen veel sterkte. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.